Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Er trekken nog wolkenvelden over ons land. Die komen vanaf de Noordzee ons land binnen. En uit die wolkenvelden valt verspreid ook een enkele lichte bui. Maar er is ook wel ruimte voor een klein beetje zon tussendoor. En de temperaturen liggen vanochtend rond een graad of 18. De wind stelt overigens niet heel veel voor, waait uit het noordwesten en is meest matig kracht 3. Vanmiddag verdwijnen de meeste buien, neemt de zon het wat over. Vanuit het noorden breekt die beter door en dan wordt het 19 tot 22 graden. In de avond zien we steeds meer opklaringen. De temperatuur daalt langzaam en de windrichting blijft noord tot noordwest. Voor morgen dan een duidelijk zonnig weerbeeld op het programma. Zeker in de loop van de dag, dan zijn de meeste wolken verdwenen. In de nacht overigens nog wel kans op wat nevel of een mistbank, maar dat verdwijnt morgen snel. En dan wordt het 22 graden in het binnenland. In het zuidwesten plaatselijk al 24. En de dagen daarna komen we aan 25 graden of zelfs meer. De zon schijnt geregeld. Er zijn af en toe wat wolken. De neerslagkans is nihil. Het is prachtig zomerweer voor Hollandse begrippen. Zeker als we bedenken dat we al in september zitten. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.